Dag allemaal, wat geweldig dat we hier samen kunnen zijn. Wat super dat we jarenlang, elke keer als we zien dat vrijheden bedreigd worden, dat we samenkomen, dat we ons laten horen, dat we het niet laten gebeuren. En ook vandaag. Ik breng nog maar even in herinnering dat 20 jaar geleden in deze stad door onze burgemeester Job Cohen het eerste huwelijk van partners met gelijk geslacht werd gesloten ter wereld. Hier. Het was een belofte. Een belofte van vooruitgang. Maar als je zou denken dat met het verstrijken van de tijd de vooruitgang vanzelf zou voortduren, dat blijkt niet zo te zijn. Het blijkt niet zo te zijn, omdat anno 2021 conservatieve krachten er nog steeds zijn en erger nog, hier en daar sterker worden. Op steeds meer plekken, ook in Europa, worden vrijheden beknot. Worden vrouwen onderdrukt, wordt de persvrijheid komt onder druk te staan, worden vluchtelingen mishandeld en worden LHBTI'ers gestigmatiseerd. Van gemeenten in Polen die zich uitriepen tot LHBTI-vrije zones, van Roemenië waar seksuele voorlichting wordt geschrapt, tot het Hongarije van Viktor Orbán waar achtereenvolgens wetten zijn aangenomen die LHBTI'ers beknotten. Ongetrouwde koppels mogen geen kinderen meer adopteren. Er is een wet aangenomen die het bestaan van transgender en intersexe personen ontkent. En deze week een nieuw dieptepunt met een wet die promotie over LHBTI'ers verbiedt in ruimtes waar minderjarigen aanwezig zijn. Dat is in de taal van Orbán wat onderdrukking is. Een wet die homoseksualiteit aan pedofilie verbindt. In ons Europa. Een Europa dat gestoeld is op waarden, gedeelde waarden. Vrijheid, gerechtigheid. Ieder moet kunnen zijn wie hij of zij wil zijn, maar niet in het Hongarije van Viktor Orbán. De consequentie van de wet is dat films en series die voor jonge mensen heel erg belangrijk zijn, omdat ze daarin zichzelf kunnen herkennen, rolmodellen kunnen zien, niet langer voor 10 uur 's avonds mogen worden getoond. Billy Elliot mag niet meer op tv. Milk, Call Me By Your Name, Pride mag niet meer vertoond worden. Glee mag niet meer gezien worden door kinderen. Dat is de consequentie van die wet. Het betekent ook dat boeken als Wonderland is for Everyone van Labrice kunnen worden verboden. Een boek van onze eigen Arthur Chapin, Vaslav, kan worden verboden. Shakespeare kan worden verboden. Harry Potter kan worden verboden. Rolmodellen voor jonge mensen in Hongarije verdwijnen. En alles wordt taboe wat zij zien als buiten de heteroseksuele norm die Orbán blijkbaar als enige norm wil zien. Het wordt nog moeilijker voor jongeren om zich uit te spreken over hun geaardheid, om te praten over seksualiteit. Dus de consequentie van de wet is stigmatisering en de angst voor uitsluiting wordt gevoed. Het bestaan van LHBTI's in Hongarije wordt ontkend. En het zal de toch al benarde positie van LHBTI'ers in Hongarije nog moeilijker maken. Volgens de Budapest Pride zou 65%, denk je dat eens in, 65% van de LHBTI'ers in Hongarije ooit hebben nagedacht over zelfmoord. En dat allemaal binnen de grenzen en onder toeziend oog van de Europese Unie. De belofte van vrijheid van 20 jaar geleden is nog lang niet ingelost. Vooruitgang is niet vanzelfsprekend. Vooruitgang kan zelfs worden teruggedraaid. Er is heel veel te bevechten. In Europa, in Hongarije en ook in Nederland. Ook in Nederland worden ouders gevraagd om anti-homo-verklaringen te ondertekenen als hun kind naar een bepaalde school wil. Ook hier worden kinderen, jongeren gedwongen om uit de kast te komen. Ook hier is homogenezing nog steeds niet verboden. En daarom staan wij hier.
Daarom staan we hier op deze bijzondere plek, ons homo-monument, om ons uit te spreken tegen de wet in Hongarije, om te laten zien, dit is de grens. Wij roepen het kabinet op om zich uit te spreken. Premier Rutte, minister Kaag, alle collega's in Europa moeten Orbán hierop aanspreken. Maar enkel... En jullie weten, woorden doen ertoe. Maar woorden alleen zijn niet langer genoeg. We moeten Orbán en zijn vriendjes raken waar het zeer doet in hun portemonnee. De geldkraan moet worden dichtgedraaid. Europese fondsen mogen niet langer naar Hongarije vloeien. En juist daarom is het zo belangrijk dat het rechtsstaatmechanisme zo snel mogelijk wordt ingezet. Wij zullen niet toekijken hoe de rechten van LHBTI'ers worden ingeperkt in Europa, in Hongarije, in Polen of waar dan ook. Wij zullen blijven opstaan. Wij gaan voorkomen dat alles wat de afgelopen jaren is opgebouwd, de vrijheid die wij met elkaar hebben veroverd op conservatieve krachten, dat die vrijheid zal worden ingeperkt. Beste vrienden, dank jullie wel dat jullie hier zijn. En ik weet dat als we het nodig vinden, zijn we hier volgende week weer. De week daarna weer, de week daarna weer en de week daarna ook. Totdat ieder kan zijn wie die wil zijn. Dank jullie wel. Dankjewel, dankjewel, Liliane. Ik kan niet wachten tot jullie in de regering zitten.